Oh. Hey jongens, zul je het niet eerst even afmaken? Dat je ergens een lamp in draait voordat het donker wordt? Waar hebben we dan zomertijd voor? Het is nog lang licht hoor. Ja, in het noodgeval heb ik kaarsen boven zien liggen. Oh ja, waar dan? Gewoon, boven in de doos. Hey, Bas. Mannetje. Hey. Niet huilen. Nee, dat komt toch goed, joh. Ja, luister, Jochie. Omdat papa nu ergens anders woont, dan is het beter dat al papa's spullen daar ook staan. Ja. Hey, niet huilen, manneke. Tuurlijk, altijd. Mag altijd. Oké. Dag, vent. Dag. Zo. Bas. Zit er een beetje doorheen? Ja. Ik kwam Sofie tegen toen ik de rest van mijn spullen ging halen en... de jongens waren thuis. Het was nogal killetjes. Ja, dat ken ik. Oké, ik ga even de lampen doen. Hey joh, kom op. Laat je niet gek maken, man. Volgend jaar lach je erom. Ja, je hebt makkelijk praten. Jouw vrouw gaat niet vreemd met je broer. Nee, mijn vrouw zegt dat ik de seksdrive heb van een panda. Wat? Van een panda? Maar die doen het om maar eens in de twee jaar of zo? Ja, dat heb ik op National Geographic gezien. Echt enorme beesten. Ze eten de hele dag. Maar daar beneden gebeurt weinig. Gewoon geen interesse. En daarom sterven die reuzenpanda's in China ook uit. Dus niet omdat ze bedreigd worden of zo. Nee, maar ze kregen dus zelfs porno te zien ter inspiratie. Nou, dat het zo ver met je kan komen, zeg. Ja, dat is ongelooflijk. Nou. Ik bedoel, ik hou ook van eten, maar als het erop aankomt, dan moet je gewoon even... Maar hoe komt dat maar erbij? Ik dacht dat jullie het af en toe nog wel... Nee, precies. Zij wou niet. Wat? Nou, daar ben je mooi klaar mee dan. Ja. Zal ik de panda even helpen uitpakken? Ja, doe niet zo flauw, man. Vertel je nooit meer wat. Ja, goed. Leuk, hè? Nou zeg. Slappe zak. Ah.